dag. De meisjes maken stijve paffeljotjes in haar haar. De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar. Om 5 uur 's morgens is het hele stel al in de weer. Ze gaan naar Spaartje, Jort en pa die zegt ja, goed verkeer. Mama zegt dat er man een oude zijzerslijmer is. En dan roept zij uit, nou kind, de zee is hier zo fris. Ze plast en deelt met brede zwier haar vaaier op van mond. Maar plotseling roept ze gil, de zee zit in mijn ogen. We gaan naar zand. Ja, en u hoorde natuurlijk Tante Leen, we gaan naar Zandvoort aan de Zee. De herkenningsmelodie van het programma ZFM Oud Zandvoort. Mijn naam is Pieter Jouwstra. En achter de knoppen en verantwoordelijk voor de muziek, onze regisseur Cor Draaien. Cor, wat ben ik blij dat je er weer bent. Wanneer ga je weer naar je bootje? 1 oktober. Oh, en waar ligt je bootje nu? Weet ik nog niet. Je weet je dat niet? Nee, dat hoor ik op het laatste moment. Maar hij kan ergens in Japan of in Argentinië liggen. Nou, ik denk dat hij op de Noordzee ligt deze keer. Dichtbij? Ja. Dan kan je naartoe zwemmen. Nou, een beetje koud. Oh, oké. Maar ik ben blij dat je er bent, Cor. En ik weet zeker dat de muziek weer in vertrouwde handen bij je is. Lieve mensen in Zandvoort, in Nederland en in het buitenland, hartelijk welkom. We hebben een heel bijzonder onderwerp vandaag. En dat betekent dat we gaan praten over de reservepolitie van Zandvoort. En ja, wie heeft daar niet bij gezeten? Ik denk bijna alle mannen, half Zandvoort, is wel lid geweest van de reservepolitie of heeft ermee te maken gehad. En wie hebben we in ons midden? Een heel belangrijk man. Hij was in de lid van de gemeenteraad. Hij was voorzitter van de judobond. Hij heeft met 10 leden van de judobond de Olympische Spelen gevolgd. Een man die ja, iedereen kent. Jaap Methorst, fijn dat je er bent, Jaap. En we gaan straks met jou praten over de hele oprichting, het begin van de reservepolitie. Maar op een gegeven moment heeft Jaap Methorst afscheid genomen. En die zei, zo is het genoeg geweest. En toen kwam de voorzitter van de vereniging van de reservepolitie, Gijs Beekhuis. En wie kent Gijs niet? Gijs die heeft een snor die wel zo groot is dat je zijn mond, zijn kin niet meer ziet. Een halve Sinterklaas. En wie kent hem niet? Gijs Beekhuis, ook verantwoordelijk op het Naalderveld voor de scouting, wat hij al jaren doet. En natuurlijk onze klaverier als vriend van de Volkstuinvereniging. Gijs, fijn dat je er bent. Jij hebt de laatste periode van de reservepolitie meegemaakt. Dat het op een gegeven moment afgelopen was. Heren, welkom. We gaan met Jaap beginnen. Jaap, hoe is de reservepolitie in Zandvoort tot stand gekomen? Ja, als ik me heel goed herinner, maar ik durf er geen eet op te doen. Ja, tijdens een vergadering, een stafvergadering, die had men dus regelmatig, korpschef, chef van de administratie, chef van de recherche, chef van de verkiezing, kwam dat ter sprake dat er dus korpsen waren die een reservepolitie wilden hebben. In het begin was dat nog wel eens even voor bijbaantjes, maar over het algemeen wilde men dat dus toch wel zien als een aanvulling van de toegestaande aantal mensen wat men mocht hebben van binnenlandse zaken. Dat was de hoogte van de plaatsen. Ik bedoel, uiteraard had natuurlijk Zandvoort minder mensen nodig als Amsterdam. Nou, en dan kon iedere, voor zover ik weet, korps
dan aanvragen in verband met extra dingen waar wij dan het circuit onder lieten vallen voor wat meer mensen. Want dat moest er wel uit op de vrijdag, zaterdag en de zondag. Nou praat ik ongeveer over 1950, denk ik, Jaap. Dat kan. Dat het in die periode startte. Ja, maar daar mag je me niet uit of zo. Nee. Echt niet. Maar zeg maar in het begin. Maar Jaap, dan komt de korpschef bij jou en die zegt... Jaap Methorst, wil jij de start maken met de oprichting van de korpsreservepolitie in Zandvoort? Nou, over het algemeen was deze korpschef heel... En dat zijn ze trouwens allemaal, want anders komen ze niet op die plaats terecht. Maar die had natuurlijk ook, die kwam uit Arnhem. En had natuurlijk hier en daar ook zijn stekeltjes uitgezet. En had daar natuurlijk wat van geleerd. En gevraagd van, laten wij eens kijken wat we in Zandvoort kunnen doen. En Zandvoort had natuurlijk een geweldige entree, omdat we het circuit erbij hadden. Ja. En we konden jongens gebruiken. Ja. Dat is feitelijk de beginsel. Hoe kwam je aan de mensen in het begin? Als ik het goed heb, dan was dat dat we toch wel een advertentie hebben gezet. En veel van de beroepspolitie hadden mensen in hun omgang waarvan ze eens mee gingen praten. Het was maar niet zo dat er werd gesproken over een mogelijke oprichten van de reservepolitie. Maar er werd eerst wel eens even heel goed gesondeerd. Is het wel haalbaar? Nou, en daar hadden wij dus... wekelijks hadden wij een bespreking van chef administratie, chef verkeersdienst. Dat was het brokje waar de korpschef op steunde. Nou, deze mensen zijn eens even gaan rondneuzen. Ik deed dat bijvoorbeeld in Woerden, waar mijn vader de korpschef was. Maar die waren nog niet zoveel. Dus je moest het allemaal bij elkaar schrappen van... Wat wil men nu feitelijk daarmee? Dat is, ja, was nogal wat. Dat een ingreep. En voor zover ik mij kan herinneren... heeft de korpschef toen zijn staf bij elkaar gehaald. Dat waren dus de chefs, administratie, recherche, verkeer. Algemene dienst. Wat denken jullie ervan? En nou mag je me er niet verder aan vastspijkeren. Ik weet natuurlijk niet meer de loop van die gesprekken. Maar wel dat men dus zei, ja, als het moet gebeuren, dan moet het ook goed gebeuren. Want dan kunnen ze verdomd goed gebruiken. Niet? Ja, ga door. Die kunnen we verdomd goed gebruiken in de zomer. Meer mensen. Maar dan moet je weer toestemming hebben voor betalingen van binnenlandse zaken. Zo is het, heeft zich dat ontrold. Okay, en dat heeft zich natuurlijk via de burgemeester afgespeeld. Ja. Want wij waren maar kleine jongetjes. Wel neerlegden hoe we het zouden willen hebben. Nou, dat heeft natuurlijk een bepaalde tijd geduurd. En daar mag ik me niet aan ophangen, want dat weet ik niet. Dat doe ik ook niet. We gaan even naar een muziekje luisteren. De politie is mijn beste kameraad. De politie weet op alle dingen raad. Als je naar de overkant moet of je weet de weg niet meer, de politie brengt je over en hij regelt het verkeer. De politie is mijn beste kameraad, want hij staat je altijd bij met raad en daad. Daarom roep ik de politie als ik hem tegenkom op straat. De politie is mijn beste kameraad. Als je hond is weggelopen of je bent iets anders kwijt, de politie gaat aan het zoeken en die vindt het haast altijd. De politie is mijn beste kameraad, want hij staat je altijd bij met raad en daad. Daarom groet ik de politie als ik hem tegenkom op straat. De politie is mijn beste kameraad. De politie.
politie is mijn beste kameraad. De politie weet op alle dingen raad. Als je lastig wordt gevallen of je bent in groot gevaar, wel of roep maar de politie, die staat altijd voor je klaar. De politie is mijn beste kameraad, want hij staat je altijd bij met raad en daad. Daarom groet ik de politie als ik hem tegenkom op straat. De politie is mijn beste kameraad. Ja, geweldig. We zitten hier breed uit te lachen, Cor Draaier achter de knoppen. Ik begreep dat dit het lied was, De politie is je beste kameraad. Ja, van ja. Benny Vreden. Dit moet uit de jaren 30 komen, Cor. Ja, dat is heel oud. Ja, dat is heel, heel oud. Maar fantastisch. Lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Jaap Methorst en Gijs Beekhuis. En we het hebben over de reservepolitie. Ja. Jaap heeft net het begin verteld hoe dat allemaal ging met de burgemeester en de... diensthoofden van de politie van wij gaan ook een reservepolitie in Zandvoort oprichten. Ja, dan moeten er advertenties gezet worden. Dan komen er aanmeldingen. En die moeten gescreend worden. Want met een strafblad kon je niet bij de reservepolitie komen. Nee. Dat was ook een werk. Ja, maar dat lijkt erg veel. Maar de Zandvoerters zijn heel erg netjes, dus we hadden niet zoveel moeite ermee. Er gingen niet zoveel mensen door die er niet thuis hoorden. En dat is natuurlijk een rechtstreeks gebeuren van... Als je een aantal mensen naar voren brengt, nou ga je naar de recherche doen en zeg je... Ja, kijk eventjes het strafblad na. Nou, voor de meeste waren ze niet, dus we hebben een heel net gebeuren in Zandvoort. Want ik kan me niet herinneren dat er misschien één of twee... werden geweigerd op bepaalde gronden, maar dat wil ik ook niet. Meer, dat kan je me ook niet kwalijk nemen, want je overvalt me hiermee. En dan werden ze gevraagd, gescreend, eerst door de recherche. Of ze een strafblad hadden. Hadden ze dat niet, dan werd gewacht tot een groepje er was. En dan waren de chefs, algemene dienst, administratie, recherche en de baas zelf. Die... de opgeroepen mensen naar voren haalden. Maar daar gingen we een paar weken overheen, hoor, want dat ging niet zo van een half uurtje praten. En dan werden ze, nou ja, een beetje niet uitgebeend, maar werd gevraagd wat de bedoeling was, waarom ze dat wilden doen. En een doopzeel werd gelicht. Dat moest natuurlijk wel, want dat wordt van een gewoon agent al gevest. Dus dat moest zeker van een reservist. Maar daar hebben we ook nooit moeilijkheden mee gehad. Nou, en dan werden ze opgeroepen of ze dat wel wisten wat ze deden. Want er kwamen natuurlijk, het grootste gedeelte kwam terecht bij de werkzaamheden op het circuit. Die zaterdag en de zondagen. Want dat was natuurlijk hartje zomer. Nou, en als je dan van je eigen handeltje nog een paar rente moet gaan lossen voor het circuit. Nou, dan hield je voor het dorp niks over. Dus feitelijk werd de reservepolitie en gebruikt ook als de politieman op het circuit. En kon de gewone, of tenminste de gewone werkzaamheden in het dorp door de eigen politie worden gedaan. Ja, ik kan me herinneren als klein jongetje dat als ik naar het circuit wilde, elke Zandvoortse jongen deed dat, kropen we onder het prikkeldraad door om gratis naar binnen te komen. Ja. En daar stonden die reservepolitie. Kun je zien hoe goed ze waren. Die je weer terugstuurde. Elke Zandvoortse jongen kan zich dat herinneren. Ja, maar dan kwamen ze er toch wel in. Ja, op een andere plek. Op een andere plek. Maar ik kan ze ja wijzen ook. Ja. Maar dat werd dan ogenblikken toegestaan. Heerlijk, die taken doen. Ja. Maar die reservepolitie, als je dan ja zei, kreeg je ook meteen een uniform, hè? Nou, niet direct, hoor. Oh. Ze werden wel goed gescreend. En dat werd door een aparte commissie gedaan. Daar hoorde ik zelfs ook niet bij. En nou, dan werden ze naar voren gehaald wat hun beweegredenen waren, waarom ze dit deden. Ja, kregen ze ook meteen een pistool? Ben je gek?
Oh. Die had ik zelf niet eens, wilde ik niet eens hebben. Nee, maar een politieman moet toch een pistool hebben? Nee, maar dat waren dus niet, dat waren politiemannen, maar jij wil mij vangen. Nee. Maar er waren geen echte politiemannen natuurlijk, die daar hun dagwerk en hun eten aan hadden. Wacht even, Jaap. Ik heb uit stukken gelezen dat jullie ook vroeger processen verbaal mochten uitschrijven. Mochten ze. Een strafbare feiten aanhouden. Ja, maar dat was wel extreem hoor. Oh. Daar werden ze niet voor ingehuurd. Het was hoofdzakelijk dus werkzaamheden in het dorp. En vooral het circuit gebeuren. Maar die jongens die hadden ook nog een thuis en die hadden ook nog een eigen werkkring. Dus daar kon je ook niet te veel beslag op leggen. En het was dus zo dat de vrijdagavonden waren lesavonden. Dan probeerde ik zoveel mogelijk mensen te krijgen die ze iets ook bij konden brengen. Dus vooral van inspecteurs uit Haarlem, Heemstede, ook nog wel van andere plaatsen. Ja. En dat was een trekpleister voor de jongens om te komen, want die kwamen wel in hun vrije tijd. En de vrijdagavond is nog altijd voor een normaal werkende man feitelijk de afsluiting van zijn week, ja. Althans toen. Ja. Nou, en dan kwamen ze bij ons en dan kregen ze dus les. Maar dat was meestal ook van of mannen van buitenaf. Of dat ik het zelf deed, of dat de korps heeft het zelf deed. We gaan daar zo meteen verder over praten. Goed, eerst weer even naar de muziek.
Ja, en u hoorde natuurlijk, dit is de muziek uit Baantje. Gespeeld onder andere gecomponeerd door Toets Tielemans. Cor, het is weer lekkere muziek. Lieve luisteraars, we zitten op dit moment te praten met Gijs Beekhuis en met Jaap Methorst over de reservepolitie van Zandvoort. Heeft u vragen, opmerkingen, aanvullingen? Dan aarzel niet, bel ons even op 57 30 393 en u komt dan rechtstreeks in de uitzending. Dan kunnen we vragen stellen die u heeft misschien aan Jaap Methorst en aan Gijs Beekhuis. We waren bij de opleiding in het begin van de jaren, maar die opleiding dat is continu geweest. En Jaap Methorst was een belangrijke man, maar hij heeft ook andere mensen ingehuurd. Want Jaap, je gaf natuurlijk... Kijk, daar gaat de telefoon al. We gaan eventjes luisteren wie het is. Cor, die hoort het. Oh, is neergelegd. Nou, jammer. De opleiding, Jaap, was onder andere het theoretisch-praktische gedeelte... zoals de strafbare feiten, staatsinrichting, politieverordening enzovoort. Die lessen, die gaf jij, hè? Grotendeels, maar van de recherche, dat heeft een hele tijd Broggers gedaan. Okay. Voor zover ik mij kan herinneren. Ja. En dat heb ik expres gedaan, om de doodeenvoudige reden dat ik administrateur was. En hij, chef recherche. Ja. En ik mij niet geroepen voelde om een vak te gaan doseren. Ja. Als je werkelijk een vakman, die zijn hele leven niks anders doet of gedaan heeft. Daarbij kan betrekken. Ja. En hoe hij dat verder gedaan heeft. Dat was nogal een mannetje wat rustig was. Wat op zichzelf. Niet iemand die nou spontaan over de tafel heen sprong. Maar wel een vakman. Ja. Maar het was belangrijk dat alle reservisten een goede opleiding hadden. Ja, ze moesten die opleiding volgen. Is dat in jouw periode Gijs Beekhuis zit rechts van mij. Is dat ook zo doorgegaan met dat opleiden? Ja, dat opleiden dat werd natuurlijk steeds professioneler. Dat ging ook van strafrecht, strafvordering. We gingen later naar Haarlem toe voor lessen, examens doen. Tegenwoordig doen ze dat nog steeds. De AZ-toets, dat is alles bij elkaar. Hè. Hoe je iemand moet arresteren, hoe dat verder gaat, wat je bevoegdheden zijn, een beetje de kennis van de politiewet, wat heel belangrijk is. Dus eigenlijk zijn we daarna een beetje doorgeschoten in de opleiding. En ook in die periode gingen ook heel wat mensen over met een verkorte bijscholing naar het beroepskorps. Ja. Oké. Okay. Ik kom weer terug bij Jaap Methorst. Jaap? Pieter. Ja, Cor. We hebben een beller. Oh, wie belt er? Ik heb mijn koptelefoon op. Wie belt er? Een goede middag, mevrouw, meneer. Ik ben mevrouw Visser. Mevrouw Visser. Ik ben de ex-vrouw van Johan Peters. Van Johan Peters, ja. Ja, en ik meen me te herinneren dat de reservisten vroeger ook schietles kregen. Ja, daar kom ik zo meteen op. Ja, inderdaad. Ik ga dat vragen even aan Jaap Methorst en aan Gijs. Ik heb mevrouw Visser, zij weet van haar echt van meneer Johan Peters, misschien bij jullie bekend. Ja, dat is mij bekend. Jou bekend, Gijs? Voor mij was het een slager. Een slager. Klopt dat, mevrouw Visser? Het is mijn ex-partner. Een ex-partner, dat was slager. En dat er ook schietoefeningen waren. Kan je er iets over zeggen, Gijs? Ja, vroeger hadden we in de binnentrein van het circuit hadden we een eigen schietbaan. En daar werden toen wij vuurwapens kregen. En dat was de FN-wapen, hetzelfde wat ik in het leger had. En daar werden schietoefeningen gehouden en dat moest je volbrengen. Anders mocht je niet met een vuurwapen lopen. Dus jullie hebben wel met een vuurwapen gelopen? Ja, zeker. Ja. Zo. Maar de meeste kregen ze aangereikt als werkelijk... Maar het was op de schietbaan zelf. Okay. Dus het was niet zo dat alle wapens mee naar huis gingen. Oké, okay, we hebben niet zo'n situatie zoals nu in Gelderland is gebeurd. Dat is hun zaak. Oké. Okay. Is dat een antwoord, mevrouw Visser? Nou, ik heb het niet goed gehoord, maar ik meen gehoord hebben dat het nu niet meer zo is. De schietbaan, die mevrouw... Die staat achter op het circuit, hè? Ja, is achter op het circuit. Dat is iets voorbij de Tarsbocht. Daar ligt achter de duin een schietbaan, die ligt er al jaren. En de Zandvoortse schietvereniging De Vrijheid, die is al 10 jaar bezig om die baan te renoveren. En nu zijn er weer bezwaren ingediend, dus het zal nog wel een paar jaar duren.
Maar dan hoop ik dat die schietbaan daar weer in oude glorie is hersteld en helemaal gemoderniseerd is. En dan kan er weer geschoten worden. Speciaal ook voor de reservisten, hè? Precies, inderdaad. Ja. Dus nee, daar wordt aan gewerkt. Maar de heren kunnen zich goed herinneren. Dank u wel voor uw belletje. Ja, fijne middag verder. Dank u. Dag mevrouw Visser. Mag ik nou even vragen, wat is haar beweegreden dat zij belde? Nou, mevrouw Visser belde dat het dus ook vroeger schietlessen waren voor de reservisten. Nou, dat was er altijd. Ja, precies. Nou, dat was eventjes een extraatje. Jaap, hoeveel mensen mochten bij de reservisten komen? Was er een maximum aan of een minimum? Nou, praktisch was het equivalent van het aantal beroepsmensen. Oké, en er waren op een gegeven moment de hoogtepunt 60 beroepsmensen. Dus ja, dan mocht je ook 60... Dan kon het zijn dat de baas zei van ga maar naar dat aantal toe. Maar het kon ook zijn dat hij, want ik was wel de baas van de reservepolitie, maar ik had iemand toevallig even, die was wat hoger. Ja. En die moest het uiteindelijk met de burgemeester, ook financieel, terugkoppelend naar binnenlandse zaken, maar voor elkaar maken, uniform enzovoort, dat het betaald werd. Dus het was niet zo makkelijk dat er zo 20 man bij mij bij konden komen. Dus nee, echt niet. Dat werd echt gescreend. En ook nagegaan of die jongens dat wel wilden. Ja, wat deden jullie nog meer dan de taken waarvoor de reservepolitie was? Ik hoor steeds verhalen over de Airborne Mars. Nou, dat was gewoon een mars die ergens in Gelderland is ontsproten naar de Tweede Wereldoorlog. En daar gingen we met z'n allen naartoe? En daar gingen we natuurlijk met z'n allen naartoe. Dat moesten we wel doen. Wij moesten dat wel doen, we deden het. Die jongens die vonden dat leuk. In Arnhem was dat? Ja, in Arnhem, ja. En jullie hadden meerdere activiteiten. Ik heb gelezen in de archieven dat jullie ook een jaarlijkse nachtoefening Reposa hadden. Nou, Reposa weet ik niet wel. We hadden wel een nachtoefening. En wat deden jullie dan? Weet jij er nog iets van, Gijs? Nee, dat is voor mijn tijd geweest. Er kwam een opdracht. Ze waren s'avonds aan het lesgeven dan op in het bureau. En er kwam er vanuit wat die meneer nu doet. De portier op dat moment, sorry. Die kreeg een oproep dat er wat vreselijks gebeurd was in die straat of weet ik veel waar. Nou, en dan ging er, dat was natuurlijk al met de beroepspolitie doorgesproken. Maar wij wisten dat niet. Want je had natuurlijk wel een reservekorps. Maar dat waren natuurlijk niet definitief, per definitie, geuniformeerde mensen. Nou, en als je dan toch iets hebt, dan moet je toch wel zeker weten dat daar een man met ook bevoegd is om. Ja. Want dat... wat kwam dan was dat natuurlijk, die oefeningen hadden wij al weken van tevoren in elkaar gezet. Nou, dan moest hij eerst naar de baas toe, want die moest even wel zijn fiat rang geven. Want we vergaten normaal, als er werkelijk wat gebeurde, ook met zo'n jongen die daar zijn best deed, maar toch een gewone burger was. Dat werd voorzien, dat betaald werd. Ja. Het ging meer, het was niet zo makkelijk om te zeggen van ik ga er met derde man naartoe. Nee, maar je moet ook de rekening houden als er wat gebeurt. Wie betaalt dat zoete lieve geestje? Waar komt dat vandaan? Ja. Want een eigen kassa had de reservepolitie niet. Dus moet overgehouden worden naar de beroepspolitie. Nou, dat moet weer besproken worden met de burgemeester. Dus er waren heel wat factoren die die grote oefeningen... mogelijk maakte. We gaan weer even naar de muziek. Sorry hoor. Hoor ik een ziekenauto? Hoor ik een brandweer? Of is het de politie? De politie. De politie. Boven, kijk uit, want hier komt de politie. Ik ben een politieman, een sterke man, die alles kan.
Zeg, wordt hier nog een bank beroofd? Staat hier nog een auto verkeerd geparkeerd? Rij je door rood, heb je de weg geblokkeerd? Dan krijg je van mij een bonnetje. Nee, een bekeuring. Een bon. Een bekeuring. De politie. De politie. Hoe werk ik uit? Want hier komt de politie. De politie. De politie. Soms op een paard met hoeven. En we zijn op zoek naar boeven. Zijn hier nog boeven? Boeven. Zijn hier nog boeven? Boeven. Boeven zijn koeien. We slaan ze in de handboeien. En horen ze dan de sirene? We nemen ze snel de benen. En gaan we ze gevangen nemen. En stoppen we ze in de gevangenis. Ja, Cor, we zitten hier te brullen van het lachen. Hoe krijg je het bij elkaar? Het nummer De Politie van Dirk Schelen. Ik heb er nooit van gehoord. Ik ook niet. Maar hoe je het bij elkaar krijgt. En lieve luisteraars, we zijn in gesprek met Jaap Metshorst en Gijs Beekhuis. En we praten over de reservepolitie. Heeft u vragen, opmerkingen, aanvullingen? Bel ons dan 57-30-393 en u komt rechtstreeks in de uitzending. Jaap, we praten nog even met jou over het, ja, ik zeg steeds clubhuis, maar het was het posthuis, hè, op posthuis, het circuit. Ja. Posthuis. Ja. Dat is een enorme klus, want je zei net in de pauze even tegen mij, ja, die mensen die staan de hele dag diensten draaien op het circuit, die zijn bek af, die moeten toch ook eventjes rust kunnen vinden. Wil je schietoefeningen houden, moet je ook eventjes rust kunnen hebben en voorbereiden. Maar het is toch een enorme investering in mensen om ergens zo'n huis te kopen, dat vervolgens te ontmantelen en op het circuit weer op te bouwen. Hoe kwam je aan die technici? Nou, we hadden natuurlijk, dat klinkt naar, maar we hadden natuurlijk mensen, er zijn wel eens vee van allerlei pluimage, maar we hadden natuurlijk mensen die, het was gevarieerd. Als je dat korps neer zou leggen op een blaadje, had je alle beroepen die onze lieve Heer gaf, die zaten ertussen. Nou, daar waren dus de stummelieden bij, die mij doodgooiden met allerlei namen en benamingen. Toen ik ben wel eens heel voorzichtig om het huisje heen gelopen. Toen ik denk, verrek, wat moet ik daar nog op antwoorden? Want dat waren vaklieden, dat was hun werk. Ja. He, en met Benny Jouwkes erachter en Gerrit Schaap, dat, ja, die konden met die mannen omgaan, maar wat ze zelf niet hadden, maar wel de koffie en dergelijke brengen, zien dat er wat erbij moest. Dit is een heel groot gebeuren geweest van allemaal burgertjes die allemaal iets wilden en waar dan dat uitgekomen is. Maar wat zal jij trots geweest zijn? Ik trots als een aap. Ja. Want dan is het klaar. En als ik er weer wat had, dan ging ik daar natuurlijk mee naar de burgemeester. Om het geld los te krijgen. Ja. En die was ook enthousiast. Die kwam ook regelmatig, wat niemand wist, kwam die eventjes even kijken toen. En de korpschef ook.
Dat waren mannen. Daar moesten wij weer op leunen. Ja. Want ik had geen geld. Die had ik mijn zakgeld. Maar verder niet. En zo was het. Dat is ook het moment, Gijs, dat jij in beeld komt. Want hoe kom jij bij de reservepolitie? Gijs Beekhuis. Ja, hoe kom ik bij de reservepolitie? Ik heb 5 jaar militaire dienst gehad. En ik was bevriend, kennis met Gerrit Schaap. En ik ging toen vanuit mijn militaire dienst ging ik naar de 1ZA werken. En daar kwam ik Gerrit tegen. Die zei tegen me, de reservepolitie, dat is wat voor jou. En ik zei, joh, bij de politie is helemaal niks voor mij. Sterker nog, toen ik uit dienst ging, toen kreeg ik zonder wat te vragen sollicitatieformulieren opgestuurd van Rijkspolitie te Water in Rotterdam. Waarvan ik zei van, joh, wat moet ik daar? Achteraf bleek het heel uniek te wezen, want het was heel moeilijk om erbij te komen. Dus ik geen politie. Alleen, dan was het een hele bloeiende vereniging. En toen zei hij, nou weet je wat, kom met je vrouw naar de feestavond, dan kun je wat zien wat het is. En het is echt wat voor jou. Dus wij, in december geloof ik, naar de feestavond, dat was in Heemskerk. Een hele uitgebreide feestavond, een hele gezellige club. Dus ja, we zagen het ergens wel zitten. En toen, halverwege die tijd, het jaar, zei ik tegen Gerrit, nou, ik voelde toch wel wat voor. Nou, toen moest je gelijk aanmelden. En ik weet nog wel, ik kreeg op woensdag mijn uniform. En op zaterdag stond ik op de Tolweg, Dr. Gerkenstraat, waar ze vroeger met 4 of 5 man stonden. Want dat weet ik als kind zijn. Dan zat ik altijd te kijken van een prachtig gezicht. Stonden ze verkeerd te regelen. En ik werd er zomaar in mijn eentje, werd ik daar neergeplant. Had je les gehad? Nee, ik had geen les gehad. Maar ze zei, je bent buschauffeur, dus je weet alles van verkeer. En je weet de richting waar ze heen moeten, dus leef je uit. Nou, dat heb ik dan ook wel gedaan. Versnelde opleiding. Ja, een beetje versneld, ja. En zo, ja, en ja, het werk is leuk. En uiteraard was ik met bus zijn, kon ik een hele hoop passagiers, waar je dan met mensen omgaat natuurlijk, maar via de politie ga je op een hele andere manier met mensen om. En ja, dat is leuk. En ik vind nog steeds, de politie is ook een soort servant verlenend bedrijf. En dat is een buschauffeur ook. Dus die overeenkomst hadden we. En ja, dat klikte toen wel. Maar goed, je staat daar in je uniform. En dan begint het. En je wordt op een gegeven moment voorzitter van de vereniging. Ja, er zit wel even een paar jaartjes tussen. Oh. Hè? Wat heb jij meegemaakt in jouw periode? Ik begon natuurlijk als agent. Ik kwam bij Ome Jaap zijn altijd in de opleiding rond. En dat was toen nog op die vrijdagavond. Toen werd het lesgeven van Ome Jaap, dat werd eigenlijk minder meer landelijk overgenomen. Dat ging een beetje in de officieel. Kannetje werd gegoten, waardoor iedereen officiële papieren ging halen. Vervolgens heb ik dat gedaan. Vervolgens wou ik dat eigenlijk ook wel wat meer weten. Want ik vind als je op straat loopt en je bent niet te herkennen als reservist, dan vind ik ook dat als mensen hulp nodig hebben, dat je ook moet weten waar je over praat. Dus ik ging ook mijn brigadiersdiploma halen. Dat heb ik toen met veel moeite gehaald. Want ik moest in de avonduren. En dat is toch wel een pittige cursus. En toen ging ik me eigen met wat meer dingen bemoeien. Toen uiteindelijk, want Ome Jaap is dan commandant geweest, Gerrit Schaap is commandant geweest. Maar ik ben nooit officieel commandant geweest. Ik ben een van de voorzitters geweest van de vereniging. En het was apart, hè? Je had de voorzitter en je had de commandant. En voorzitters, ja, er zijn er nog wel wat meer geweest. En die verzorgde de het rijlen en zeilen van de vereniging, wat feestavonden betreft en dat soort dingen. We gaan even weer naar de muziek. Ja. Zij werkt bij de politie, boven pas erop. Maak jij een overtreding, dus schrijf ik hierop. Heb ik je van de slagroom, grijp ik je in je vel. Zijn wij bij de politie, alle boeven in de cel. Zijn wij bij de politie, alle boeven in de cel. Meneer de commissaris, ik wilde graag eventjes mijn haar gaan laten knippen. Ben je mijn toetendagent, Bassie? Je haar knippen in diensttijd? Nee, waarom niet? Het is toch in diensttijd gegroeid ook? Maak u zich maar geen zorgen, nu houden wij de wacht. Wij zijn van de politie, wij waken dag en nacht. En belt u ons bij onraad, wij komen in een tel. Zijn wij bij de politie, alle boeven.
boeven in de cel. Zijn wij bij de politie, alle boeven in de cel. Agent Bassie, heel goed. Ik lees hier dat je een oude vrouw hebt geholpen met de straat oversteken. Jawel, meneer de commissaris, wel 4 keer. 4 keer? Ja, wel 4 keer. Ze liep iedere keer terug. Waarom? Ze wilde helemaal niet naar de overkant. En wordt er ingebroken, dan komen wij eraan. Wij zekeren alle sporen, niets kan met blik ontgaan. De dief is gauw gevonden, dan gaan wij ons heel snel. Zijn wij bij de politie, alle boeven in de cel. Zijn wij bij de politie, alle boeven in de cel. Nooit zo weet je wel. Nou, lekker. Oeps. Hey, Basie. Ja? Wat doe je nou? Nou, ik zeg een stukje chocola in mijn mond. En ik gooi het papiertje zo rond. Ja, maar Basie, dat gaat toch niet? Joh, dat gaat gemakkelijk, moet je kijken. Ik schud het papiertje eraf, steek een stukje chocola in mijn mond en gooi het papiertje op de grond. Basie, dat kan je toch niet doen? Ja, dat kan ik wel, moet je kijken. Ik steek een stukje chocola in mijn mond en het papiertje op de grond. Basie, ja? Stel je nou eens voor dat alle mensen hun papier op de grond gooien. Hoe ziet de wereld er dan uit? Hé, hey, daar heb ik nog helemaal niet aan gedacht. Nou, wat moet je dan doen? Dit was het. Dit was het, ja. Ja, heel apart einde, Cor. Basie en Adriaan, zijn wij bij de politie. Apart nummer. Goed, wij waren luisteraars bezig met de reservepolitie en wij spraken met Gijs Beekhuis over de reservepolitie, jouw periode. Wat heb jij voor leuke dingen meegemaakt? Want je hebt heel wat georganiseerd. Ook Airborne Mars, andere activiteiten gedaan. Ja, Airborne Mars, toen ik voorzitter werd, werd gelijk verweten van jullie jonkies. Wij liepen de Airborne Mars en haalden de eerste prijs. Ik zei, nou, ik ben nu voorzitter, dus ik ga proberen om die Airborne Mars weer in het leven te roepen. Nou, dat hebben we toen ook wel gedaan. We hebben weer getraind en exercitie. Waar moet je op trainen dan? Dat moet je, nou, je hoeveel moet kilometer lopen? Dat was 25 kilometer. Ja. En dat moest in uniform en dat moest dan in exercitiestijl. Nou, als je naging dat meer dan de helft eigenlijk niet in dienst had gezeten en niks wist van exercitie. Er werden er op zaterdag in de winter werden de exercitieles gegeven. Er werd ook getraind op de baan. Dus het is lekker makkelijk. Dan heb je alle ruimte 's avonds. En nou, toen zijn we naar Arnhem vertrokken en hebben toen de eerste prijs ook gewonnen daar bij de Airborne Mars. En ja, dat was leuk. En dat hebben we toen 3 keer achter elkaar gedaan, geloof ik. Wat voor activiteiten deden jullie nog meer in het posthuis? In het posthuis, ja, dat waren klaverjasverenigingen, of avonden, waar de brandweer had zo'n klaverjas en uiteraard de politie ook. En nou, dat was heel gezellig en de beroepspolitie had zelfs ook, maar later is het samen gegaan. Het is in een periode dat alle verenigingen gewoon nog bloeiden en de televisie wel ze intrede, maar niet zo als nu eigenlijk en internet en de mensen waren nog meer verenigingen. Heb je ook rampen meegemaakt dat jullie echt actief op moesten treden? Nou, het echte wat ik echt erbij heb gemaakt, en toen geloof ik, Gerrit Schaap was al weg. En Jan Hollander en ik, die runden ook de boel een beetje wat politie betreft. En toen hadden we de gifzakjes, wat toen allemaal aanspoelen. En dat is toen door de reservepolitie Zandvoort, inmiddels heette dat toen al vrijwillige politie. Zandvoort ja, werd het helemaal bewaakt. En strand afsluiten? Strand afsluiten, mensen weg. Of in ieder geval zorgen dat ze er niet aankwamen. En dan elke dag had ik om 5 uur overleg op Kop van de Zeeweg in het politiebureautje. Ja, dat werd door ons gedaan. En we hebben 1 grote oefening, wat ik nog wel herinneren. Was op de camping de zeereep, die moest dan zogenaamd ontruimd worden. En dat. Ja, dan was er wel al dat granaten en toestanden gevonden op de zeereep. Nee. Je had de camping, de zeereep, ja. Waar nu. Weet het, achter Strijder. Ja. Waar ook de kabelloot zat. Waar Willem de Shell beheerder was. Ja. Nou, die camping die hadden we toen een keer gebruikt voor een grote oefening in samenwerking met Zandvoortse Rode Kruis. En het werd toen een rampgebied, hè, met loten slachtoffers. En ja, daar draaide we mee. Je schrok niet van al dat bloed?
Nee, ik ben wat gewend in. Dat is misschien, we hadden toen een Formule 1 race waar de loopbrug van naar beneden toe is gestopt. En dan was ik een van de eerste die erbij was. Dus open bordbreuk en zo, dat heb ik wel van dichtbij meegemaakt. Maar ja, je hebt je EHBO. Dat had ik, ja. Ja. Ja, dat is inmiddels verlopen, maar... laat Anneke het niet horen. Nee. Dan gaan we even naar de muziek. En we komen in het laatste blokje van dit programma. En we praten met Jaap Methorst en met Gijs Beekhuis. Cor, dit was K3, hè? Ja, ja. Ja, dat hoor ik. De drie leuke dames en met het lied over de politie. We gaan het laatste blokje in. En Gijs, hoe is het nu afgelopen met de reservepolitie? Want op
Ik ken het niet meer. Nee, het is toen allemaal een beetje is in een stroomversnelling gekomen, hè, met allerlei bevoegdheden. We gingen over van reservepolitie naar vrijwillige politie. Reservepolitie had alleen opsporingsbevoegdheid als hij in daadwerkelijke dienst was. Hè. Dat officieel de burgemeester heb je in dienst geroepen, dan kreeg je opsporingsbevoegdheid. Een vrijwillige politieman die krijgt gewoon 24 uur per dag opsporingsbevoegdheid. Toen gingen we ook samenwerken met Haarlem, met Bloemendaal, met Heemstede, Binnenbroek geloof ik ook nog een beetje. En dat werd dan eigenlijk, omdat wij een eigen clubhuis hadden, werd het een beetje naar Zandvoort toe gedouwd. Wij hadden ons hechte clubje en er komt een ander clubje komt er tussendoor. Dus je krijgt wat wrijvingen, wat andere manieren van werken en... Ja, toen viel het heel langzaam uit elkaar. Wij deden als eerste vrijwilliger. Ik heb 7 jaar op strand strandpolitie gedaan. En ik deed op vrijdagavond of 's nachts dan meestal. En zaterdag 's nachts deden we mee in surveillance. We deden hele evenementen als midzomer en Tropicana en al dat soort dingen. Dat werd door de reservepolitie werd het bemand. Nou, dan gaat het op een grotere hoop, hè, een grotere regio. En je had met name Haarlem, die regelde dat soort dingen. En die vonden dat maar raar dat wij in Zandvoort weer wat aparts deden en gewoon meeliepen. Dat ging er langzaam uit. Het ging langzaam ging dat naar de verkeerscontroles en snelheidscontroles, naar alcoholcontroles. Ook heel leuk, maar... Ja, daarvoor ben ik niet bij de reservepolitie gekomen. Ik ben bij de reservepolitie gekomen om mensen te helpen en een soort ondersteuning te geven. En ik vind, natuurlijk help je mensen als je snelheidscontrole doet, maar dan lid maken van de club zei ik altijd. Dat is geen hobby voor mij. En zodoende, dat was voor meerdere, dan valt het heel langzaam uit elkaar. Het is gewoon een periode geweest... In de vorige eeuw die van groot belang is. Jaap, als je terugkijkt op die periode, wat zijn je gevoelens? Ja, wat hij zegt, daar heeft hij voorkomen gelijk in. Ik heb dat gedeelte niet meer meegemaakt, omdat ik toen om gezondheidsredenen werd afgekeurd. Maar kijk naar jouw periode. Dankbaarheid. Ja, ik kan het niet anders zeggen dan met de reservepolitie. Heb ik altijd. En dat is geen pluimstrijkerij. Maar een geweldige periode gehad. De jongens die waren gedreven. En dat als er wel eens iets van de beroepspolitie... waren wel eens wat de opmerkingen natuurlijk... als ze hun in uniform zagen. Hè, of dat nou een soort jaloezie was of zo. Dat is later... In die periode is dat ook bij de beroepspolitie helemaal geaccepteerd. Er was respect voor elkaar. Daar was respect. Ik bedoel, je hebt toen wel eens een lezing gehouden. Maar over... dan moet je eerst bewijzen, Jaap. He? En dat hebben jullie bewezen. En dat hebben ze bewezen. En dat, daar kwam dus nog bij, door het vele werk op het circuit, werd ook de beroepspolitie duidelijk wat ontlast. Gijs, als ik naar jou kijk, als je op die periode terugkijkt. Ja, een hele mooie periode. Heel veel gelachen. Ik kan er eigenlijk wel een boek over schrijven. Het uur is eigenlijk niet... eigenlijk te kort. Maar wat ik persoonlijk heb ik heel hoop van geleerd. Je leert mensen in allerlei situaties maak je mee. En aanrijdingen en overlijden en al dat soort dingen. Een beetje water komt omhoog, denk ik. Ja. Maar... Ja, dat heb een hele hoop ervaring gegeven. Een hele leuke tijd en heel leuk met mensen omgegaan. En jammer eigenlijk dat je, als je terugkijkt, dat het zo langzaam is afgebroken door allerlei omstandigheden. Kortom, wij kunnen eigenlijk afsluiten met een groot compliment te geven aan alle mannen en later ook vrouwen die lid zijn geweest van de reservepolitie. Ja. Dat ze zoveel tijd hebben besteed voor Zandvoort. En voor alle bezoekers die in Zandvoort kwamen. Want ze stonden 24 uur paraat. En dat is onder andere door jouw initiatief, Jaap. En de opleiding heb gegeven. Je hebt er erg veel tijd in gestopt. En daar is Zandvoort je heel dankbaar voor. Gijs, jij hebt de vereniging geleid. En mensen hebben daar nog steeds dankbare herinneringen over. Dat hoor ik in het dorp. Ja.
En dat het ook voor je persoonlijk goed is geweest, dat is wat anders. Maar Zandvoort is jullie dankbaar voor jullie werk. En daar wou ik graag het programma mee afsluiten. Het uur is omgevlogen. Het is net alsof we 10 minuten pas bezig zijn. En er kan een boek over geschreven worden. Maar iedereen heeft er goede herinnering aan. Dank voor jullie werk. En dank dat jullie hier in de studio wilden zijn om dit te vertellen. Lieve luisteraars, we zijn aan het einde van het programma. Cor Draaier, wat was ik blij dat je er weer was. Leuke muziek uitgezocht. Het gaat goed op je boot. Waar die dan ook ligt. Geen booreiland, een boot. Een boot is het. Lieve Ruizen, vorige week krijgen we een hele bijzondere gast. En ik ga de naam nog niet noemen. Maar het gaat over de oudheid van huisjes die op de Zandvoortse Laan hebben gestaan. En die in de oorlog zijn afgebroken. En een van de bewoners die leeft en die weet er alles over te vertellen. Ik wens u een heel plezierig weekend toe. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.